De protestactie van de Raad van Vakcentrale Suriname, RAVACSUR, en het burgercollectief, zaterdag in Ikeri, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ruim 100 Nigerianen, waaronder leraren, deden mee aan het protest. Ondanks dit slechte opkomst blijft Curtis Hofwijks, leider van de actiegroep We Zijn Moe, positief. Ik denk dat het duidelijk is dat er steeds meer mensen bewust worden van wat er moet gebeuren. We hebben het meer gericht op deze regering omdat zij nu aan de macht zijn. Maar wij keuren 42 jaar politiek. Suriname is sinds 75 onafhankelijk. Wat hebben we van het land gemaakt? Het is een vicieuze cirkel van opbouwen en afbreken. Iedereen denkt als ze al hebben gewonnen aan de volgende verkiezing. Terwijl het zo moet zijn dat het niet uitmaakt of je de volgende verkiezing zal winnen of niet. Je moet een zodanige basis leggen dat de mensen die na jou komen daarop kunnen voortbouwen. Zodat we het land gezamenlijk opbouwen. Als je je beurt hebt gehad, moet je je best doen. En als je je best hebt gedaan, misschien krijg je nog een kans. Maar het moet niet zo zijn dat je moet focussen op de volgende verkiezingen. Je moet je focussen op de richting, de ontwikkeling. Waar willen we naartoe met Suriname? Wat willen we voor onze kinderen achterlaten? Dat is wat centraal moet zijn. En de boodschap komt aan bij de mensen. We zeggen 42 jaar lang mismanagement van het land. Dus het is niet in één jaar zo slecht geworden. Of in 7 jaar. Het heeft een lange tijd geduurd. Deze mannen hebben er een potje van gemaakt. Ze zijn veel erger dan any andere regering. Tenminste, de NDP heeft aangetoond dat vanaf de jaren 80, de militaire periode, de jaren 90, steeds wanneer ze aan de macht komen, dat het land een puinhoop van gemaakt wordt. Hofwijks gelooft er heilig in dat de burger in Suriname eens wel zal begrijpen dat Suriname niet zo door kan gaan. Ik geloof dat het wel tijd zal nemen. Ik hoop niet dat het 40 jaar zal duren voordat iedereen tot het besef komt. Maar daarom werken we hard. We doen ons best. We doen alles wat we kunnen. We brengen offers. Onze vrije tijd. Alles stoppen we erin. Om de mensen wakker te schudden. En om de mensen te wijzen van hey, we verdienen beter. Suriname is een rijk land. Als je wil letten op de natuurlijke hulpbron. Met maar 500.000 inwoners. En dan zie ik in de 46. Toen Wim Bosvers hier op straat kwam. We zijn rijk maar arm. Waarom? En de vraag is nog steeds centraal. Curtis Hofwijks van de actiegroep We Zijn Moe, afgelopen zaterdag in Ikeri. Vanuit de groep van de RAVACSUR sprak C47-voorzitter Robbie Berenstein het publiek toe. Onder andere haalde hij de vele corruptiegevallen onder de regering aan. Daarnaast sprak hij ook over de steeds stijgende prijzen van diensten en goederen. De volgende protestmanifestatie wordt gehouden op 20 mei in MBS Centrum Groenjari.